Je luistert naar Go Actueel. We gaan het over het hospice hebben. Vandaag is het open dag bij Hospices Vlaanderen. Hospice, ook hospitium genoemd, heb ik opgezocht natuurlijk. Is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Althans, dat is de officiële omschrijving. Pim, klopt dat een beetje? Ja. Kijk zo naar je? Oké. Okay. Tot 3 uur kun je vandaag binnenlopen in het onderkomen aan de Leeuwelaan in Terneuzen. Pim van Hilton is, ik had hier staan vrijwilliger, maar jij zit in het bestuur van de Stichting Hospice en ook in het bestuur van de Stichting Vrienden. Dat is correct, Hospice. Ja. Wat is het verschil even, Pim? Stichting Hospice beheert het huis. En de organisatie en de Stichting Vrienden beheerde de gelden die binnenkomen door schenkingen, giften enzovoort. Mm-hmm. En Stichting De Vrienden organiseerde ook de PR-acties rondom het hospice. Ja, daarom zit je bijvoorbeeld hier. Ja, onder andere. Om maar wat te zeggen natuurlijk. En je hebt wat flyers mee, zie ik. Ja. Dat zijn dingen die jullie regelen. Zijn het allemaal giften, Pim? Of zit er ook nog wat structurele financiering onder? Het hospice bestaat natuurlijk uit giften, maar ook uit van de gemeente Terneuzen. Dat er geld per jaar vrijgemaakt wordt. Mm-hmm. En via de zorginstellingen, zorgzaam, komt er geld binnen. Ja. Dat heeft dus te maken met het aantal gasten wat wij krijgen per jaar in het hospice. Oké. Okay. Een open dag. En ik zag en denk, oké, een open dag. Veel instanties houden open dag. Is dat nodig? Wat is het doel ervan? Nou, wij willen altijd zo laag mogelijk drempelig zijn in het hospice. Mm-hmm. In het begin van ons gesprek met jou heb ik jou ook wat uitgelegd over het hospice. En dan kijk je me aan van, hé, dat heb ik niet gezien of dat wist ik helemaal niet. Ja. En dat proberen we met een open dag ook te geven aan de mensen die op bezoek komen. Om te laten zien dat er niks geheimzinnigs achter het hospice zit. Niet altijd alleen verdriet is, maar ook humor is in het hospice. Mm-hmm. Dat het hospice eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. Er is dus nog steeds onbekendheid rondom het hospice? Of alleen de mensen die ermee te maken hebben, die kennen het? Er is nog een stuk onbekendheid, maar het wordt al steeds minder. De laatste jaren doen wij veel aan de PR, aan het hospice. Dat merken wij ook. Er komen steeds meer giften, activiteiten binnen voor het hospice. Dus wij merken dat die drempel wel lager wordt. Maar wij willen toch steeds ook aan de jongere mensen laten zien wat het hospice betekent. Ja. Ook aan de mensen die niet direct in de korte nabijheid mee te maken hebben, maar gewoon dit is het en zo ziet het eruit en zo werkt het. Ja. Ja. En ook om te kijken of wij vrijwilligers kunnen werven op die open dag. Ja, dat is ook een taak natuurlijk. Dat is een hele belangrijke natuurlijk. Ja, zijn de vrijwilligers al bezig om de mensen te ontvangen vanaf 11 uur. Mm-hmm. En wij hopen natuurlijk dat wij ook vrijwilligers eruit kunnen halen vandaag. Zo worden ze ook wel benaderd. Zo. Ja. Dat neem je mee in die open dag nog even. Ja. Ja. Hebben jullie elk jaar eigenlijk open dag? Nee. Het is al enkele jaren geleden. Dat doen we ook niet elk jaar. Mm-hmm. Vorig jaar hadden we dan 10 jaar symposium. Het bestaan van het hospice 10 jaar. Okay. En daar hebben we in de Halle en Axel gehad met een grote dag, open dag. Okay, en dat zijn activiteiten die we dan jaarlijks bekijken wat we doen. Mm-hmm. Oké, dus het is in ieder geval niet elk jaar. Nee, ik vroeg me af, hoe ziet deze open dag er nou uit? Als ik daar naartoe loop ik dan gewoon rond? Of zet je wordt ontvangen in de tuin. Door een van de mensen, vrijwilligers of door de coördinatoren. Mm-hmm. En die gaan met je mee door het huis. Uiteraard de zaak zijn de kamers waar de gasten liggen. Ja. Niet toegankelijk, want de privacy wordt gewaarborgd. Ja. Maar we kunnen dus het stiltecentrum laten zien. We kunnen de nieuwe keuken laten zien. De gastenkamer kunnen we laten zien. En we kunnen heel veel vertellen over het huis zelf, over de organisatie en hoe het reilt en zeilt. Ja. Toch lijkt het me dat je er op een speciale manier doorloopt. Wel weten er achter die deur, daar ligt iemand. De rest kun je zelf invullen natuurlijk. Ja. Ja, je loopt daar niet als een vrolijke Jan door de gang, denk ik. Nee, ik denk ook in het ontvangst wordt natuurlijk al iets verteld over het hospice aan de mensen. En ik denk dat ook zeker in alle rust het hospice dan bezocht kan worden. Dat de mensen die er daar komen vandaag ook beseffen dat het geen vrolijke boel gelijk in de gang is natuurlijk. Maar dat mensen in de gaten moeten houden hoe je met elkaar omgaat, ook in de gang. Anderzijds, als je daar naartoe gaat, weet je waar je naartoe gaat. Ja, zo is het ook wel weer natuurlijk. De vrijwilligers, hoeveel hebben jullie er? Nou, we hebben ruim 50 vrijwilligers. En dat is voldoende? Nou, we willen er altijd bij hebben natuurlijk. Dat snap want er ik. Zijn ook vrijwilligers die enorm enthousiast zijn en meer dan één dienst doen. Mm-hmm. Maar we willen natuurlijk wel eens ontlasten uiteraard de zaak. Ja. En er zijn vrijwilligers die wat ouder worden voor de toekomst. En we moeten natuurlijk voor aanwas zorgen. Ja, dat snap ik, ja. En de professionals, wat is er? Is er, ook... er zijn 2 coördinatoren in dienst bij ons. Die zijn in dienst bij de stichting? Bij de stichting. Mm-hmm. En die, via zorgzaam worden die gedetacheerd naar ons. Ah ja. Dus die zijn in vaste dienst. En de rest is allemaal vrijwillig. Oké. Okay. En er is natuurlijk overdag natuurlijk van zorgzaam verpleeghulp. Is het zwaar? Pim, als vrijwilliger? Ja. Het is pittig. Het kan zwaar zijn.
Maar ik hoor altijd van de vrijwilligers, en dat lees ik ook regelmatig in hun commentaar, dat het ook een bepaalde voldoening geeft om mensen te begeleiden in hun laatste dagen. Ja. En, het gaat op een andere manier, hè? Ja, je zei in een voorgesprek, als je iemand begeleidt die misschien nog beter kan worden, dat is anders dan iemand die definitief in zijn laatste dagen weken zit. Ja, we weten natuurlijk als je in het hospice komt dat je aan het einde van je laatste dagen bent. En dat weten de vrijwilligers ook natuurlijk. Ja. En we weten ook dat we niet met zo'n gast om moeten gaan als zijnde, we kunnen u nog genezen of die gesprekken aangaan. Ja. Het zijn hele vertrouwelijke gesprekken soms. En de ene gast praat meer dan de andere gast. En de ene vrijwilliger of vrijwilliger die heeft andere contacten met de gasten. Ja. Het is heel persoonlijk. Ja. En er zijn ook regelmatig bijeenkomsten voor de vrijwilligers om daarover te praten met elkaar. Want je moet het ook kwijt kunnen. Je moet het kwijt kunnen, ja. Ja, maar ze zullen ook wel eens afhaken misschien. Die zeggen, nou, het is, ik kan het toch niet af. Maar er zijn ook mensen die jarenlang al, bijna 10 jaar, dat werk doen. Ja. Dus je ziet wel dat er toch een bepaalde voldoening uithaalt. Als je die voldoening erin ziet, dan komt dat goed, ja. Je moet het nooit mee naar huis nemen natuurlijk, want dat geldt voor heel veel werk. Maar we hebben altijd attentie voor de vrijwilligers. Als wij merken dat ze stiller worden of dat ze zich terugtrekken. Ja. Dat we daarover kunnen praten, dat we daar hulp aan kunnen bieden. Ja, dat is belangrijk. Oké, het woord belastend hebben we gehad natuurlijk. Het is van belang, het hospice eigenlijk, hè? Ik bedoel, neemt dat toe? Ja, wij zouden graag willen groeien, maar dat is moeilijk in deze situatie. Want bij wijze van spreken zou je meer kamers hebben. Dan zou ik moeten verdubbelen naar vrijwilligers. Ja. En dat is ook niet mogelijk op dit geval. Maar ja, wij gaan in de toekomst wel meer naar het high care gebeuren. Dus meer naar het professionele hospice toe willen we groeien. Mm-hmm. Want ons huis wordt wat klein natuurlijk op dit moment. En dat, ja, ik vroeg me dat ook af. Moet je er een andere huisvesting toe en dat soort zaken? Ja, dat zal in de toekomst uitwijzen. Hè. Er zijn wel soms gedachten over in de toekomst. Maar ja, je moet ergens naartoe denken. Ja. En zeker met de vraag die steeds meer toeneemt. Nou, ja, dat in alle rust te kunnen sterven. Ja, dus dat is een bijzondere vraag als je het allemaal goed volgt. Ja. Weer een heel ander zijpad natuurlijk. Ja. High care. Luister Pim, het lijkt mij handig als jullie die richting uitgaan, dan we nog eens praten hoe dat allemaal in elkaar zit. Ja. Voorlopig vandaag open dag in het hospice. Ja, het hospice. Ja. Ik wens je een goede open dag toe. Dankjewel. Het weer is minder, dus het is fijn om binnen te zijn in dat geval. Kleine positieve kanttekening erbij. Oké, dankjewel voor je komst aan de studio. Ja, graag gedaan en tot ziens, zullen we zeggen. Pim van Hilton van de Stichting Vrienden van het Hospice en van de Stichting Hospice zelf. Vandaag open dag aan de Leolaan in Terneut. Je kunt nog tot 3 uur vanmiddag terecht.